I'm back with vlogging. Me time with my cutie. Mijn nageltjes zijn gedaan. Wij hebben een video opgenomen samen. Jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Leuk zeg. Goedemorgen, I'm back with vlogging. Ik vlog nu nog heel veel met mijn telefoon, want mijn camera ligt boven. Kom eens hier, Simba. Ga je even laten zien aan de kijkertjes hoeveel je bent gegroeid? Nee? Nee? Oké, kijk. Kom eens. Kom eens. In ieder geval... ik ben terug van vakantie. Ik ben terug van een soort van stop in het vloggen. Ja, ik ben nu verkouden. Deze stem komt jullie waarschijnlijk bekend voor, because klinkt nogal vaak zo. Onze vakantie was echt superleuk. De zomervlogs komen binnenkort online. Dit gaat wat later in verband met dat het een samenwerking is met Beachmasters. En dat we hebben gewoon besloten om het iets later te... uploaden. Ik vind het leuk om weer te vloggen eigenlijk. Vandaag ben ik nog vrij van werk. Morgen moet ik even kijken, want ik sta op stand-by bij Valhalla. Werk gaat heel goed. Ik ga morgen ook even mijn nagels laten doen, want dit kan echt niet meer. En morgenavond is nacht van Zeewolde en Groene Schuur. Dus Stef, gaan we eigenlijk naar Groene Schuur? Ja. Ja? Vraag even of ze onder in de reacties willen achterlaten of jij het vaak rum zegt. Nee, jullie hebben het gehoord, denk ik. Zeg ik dat te vaak? Ja, maar dat kan je er ook uitknippen, hè? Simba is wel echt een mogol. Een rat. Een rat. Oh, ik keek echt op. Ja, ik ga nu eventjes kijken... ik zeg weer... ik ga even kijken of ik kan invullen op mijn werk wanneer ik wel beschikbaar ben en niet. En volgende week woensdag gaan wij trouwens naar Soldaat van Oranje. Dat was super leuk. Yay! Yay! Dat was het verjaardagscadeautje voor Steph's verjaardag. Yay! Yay! Wat gaan we verder doen vandaag, baby? Ik ben geen baby dus, hè? En nog gewoon eventjes blij zijn dat we nog even een dagje samen zijn. Omdat daarna weer het normale leven begint met werken en zo. En ik ben echt bruin geworden. Tannings were good. Yes. Yay! Lekker luid dagje vandaag. Ik heb net gezien op de rooster van mijn werk dat ik morgen niet hoef te werken. Op zich wel even chill. Even nog één dagje om lekker alles uit te pakken. En zo. Onze nieuwe favoriete serie. Tenminste, wij hebben nooit samen een serie gekeken. Wel geprobeerd, maar het lukte nooit, want we vonden het altijd te saai en we hadden geen aandacht voor de serie. En nu hebben we de serie ontdekt, You, Me and Her of zo. Kijk, hij heet You, Me, Her van Netflix en die hebben we toen in de vliegtuig gekeken en nu kijken we weer. En we vinden die echt super leuk. Ik ga trouwens de rest van de dagen wel in mijn vlogkamer filmen hoor. Alleen nu is het even handig. Dus wij gaan hier even weer verder kijken. Ik vind het ook een beetje frisjes. Me time with my cutie. Ik gehoorde informatie. Hey, oké. Engels praten. Dat is iets minder cute. Maar misschien moet ik het maar wel doen. Oké, het heeft wel iets cutes, maar... Oh, die muggen, jongen. En ik ben niet op last aan het kijken. Ik word levend opgegeten. Love it. Voor 7 gebeld. 7, waar niet in de buurt. Dus je moet of met een eigen auto gaan, of gewoon meegemaakt. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik vlog weer met mijn vlogcamera. Hey.
ging Stef naar zijn werk, kwam hij naar mij toe. We wilden eigenlijk nog even naar het terrasje gaan, maar het was echt niet lekker weer. Dus we hebben lekker een film gekeken. No Strings, Strings Attached. We hebben gekeken, superleuk film. En nu ga ik mijn nagels laten doen bij Francis. Dus dat is super nice. Dat moet namelijk echt gebeuren. Ik had er zelf overheen gelakt op vakantie. Oh, mijn muziek zou nog aan. Ik vind het wel weer leuk om weer te vloggen. Stefan? Ja? We moeten gaan. Oh. Wat gaan we doen dan? Oké, let's go. Mijn nageltjes zijn gedaan. Love it. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik weet dat ik alsnog vet weinig heb gevlogd voor deze dagen. Maar ik wil gewoon beginnen met weekvloggen. Dus ik ga hem alsnog posten maandag. Dus misschien maak ik er nog wel wat van deze dagen. Gisteren was nacht van Zwolle, maar er was echt niks aan, want het was slecht weer. Het was rustig. Aan het begin was het wel gezellig, want toen hebben we nog... We kwamen mijn ouders tegen en de ouders van Jwelle en de zusje van Jwelle was er ook op een gegeven moment. Daar hebben we nog bij gezeten. Dat was heel gezellig. Daarna wilden wij de kroeg in gaan, maar we herkenden echt niemand. We dachten echt, wie zijn hier allemaal? Terwijl we normaal altijd de helft van de kroeg, zeg maar, kennen of herkennen. Dus toen zijn we lekker naar huis gegaan. Zijn we gaan slapen. Stef heeft hier lekker geslapen. En nu is hij aan het werk, want hij moest om 9 uur weer werken. En ik moet misschien om 1 uur werken. Maar dat is nog niet zeker, want het is echt poep weer. Dus misschien hebben ze het niet nodig. Dus dat laat ze nog even weten. Dus ik blijf nu even lekker boven liggen. Even lekker Netflix of zo. Ik heb ook wel veel zin in. Mijn haar is best wel vettig, hè? Is dat really mooi of zo? Ik heb niet op alle momenten mijn camera bij me, maar nu, oh ja, is goed. Nu heb ik dus even mijn telefoon, maar kijk hoe schattig. Hij kon gewoon opeens bij me zitten. Ja, ja. Zo lief. Echt zo lief. Ik ga de Most Likely To-tag voorbereiden. Ja, is goed. Want die ga ik met Stefan opnemen. Dus dat is super leuk. Gebeurt er nou eens, Simba? Wat gebeurt er nou eens? Oh, val je bijna om. Hey, liefje. Wat is dat? Wij hebben een videoprogramma samen. En nu gaan we samen een serie kijken. Wat een quality time dag, zeg. Jeetje. Jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Leuk zeg. Oh. Ja, gaat goed? Ja, okay. Nee, is goed. Hoi, het is vandaag zondag. Ik heb eigenlijk vandaag de hele dag niet gevlogd. Dus wat er morgen online komt is, of nu online staat, is gewoon een beetje poep. Maar ik maak het goed met dat ik waarschijnlijk deze week de video met Stefan upload. Ik heb vandaag gewerkt en ik was niet heel erg fit. Morgen moet ik eigenlijk ook werken, maar we moeten even kijken hoe dat gaat. En ik ben met deze app. Dus ja, dat is gezellig. Ik ga nu lekker slapen en vanaf morgen hopelijk weer een normale weekvlog maken. En dan komt die maandag weer online. En de zomervlogs komen later. Bedankt voor het kijken en doei!